Hoi, gewacht. We gaan naar de laatste instructie van vandaag, vrijdag 8 januari. En dit is een hele korte instructie. Het gaat over lezen en begrijpen lezen. En als het goed is, heb ik jullie allemaal gezien of zie ik je vandaag nog om de nieuwe spullen op te halen. Want vanaf maandag gaan we aan de slag met andere dingen rondom doorlezen de wereld ontmoeten, andere teksten, begrijpen lezen, met het voorbereidingsboekje van Cito. Dus we gaan een aantal dingen doen. Die hebben we de eerste week niet gedaan, want dan hebben we estafette afgerond en dat betekent dat jullie maandag aan de slag gaan met het nieuwe werk. Nou, wat staat dus voor vandaag op het programma? Dat heb ik even voor je opgeschreven. Je oefent vandaag stil lezen minimaal een kwartier. Wil je dat langer doen, is natuurlijk helemaal prima. En tempo lezen oefen je 4 keer 1 minuut met je tempo leesboekje of met vloeiend en vlot plus. Dat mag je kiezen. Oefen daar met de woorden, denk aan je tempo. Zorg dat je zo snel als je kunt oefent met lezen. En dan is het dat alweer voor vandaag. Nou, je weet dus dat je de spullen komt ophalen. En dan leg ik ook even uit wat je allemaal meeneemt. Vanaf maandag gaan we daarmee aan de slag. En vandaag oefen je dus alleen deze twee dingen voor jezelf. Nou, heel veel succes. En dan zijn we nu klaar met de instructies. En wens ik je dus alvast een heel fijn weekend. En ik spreek jullie maandag weer met het nieuwe werk. Succes! Doei!